Dames en heren, goedemiddag. Ik ben blij dat het LGOG de gelegenheid geeft om in deze rare coronatijd toch nog digitale lezingen te verzorgen. Het is tenslotte de maand van de geschiedenis en er moet wel wat gebeuren. Dus wij zullen dat proberen zo goed mogelijk te verzorgen de komende drie kwartier. En het thema van de maand van de geschiedenis dit jaar is Oost en West. Nou, daar kan je een heleboel bij voorstellen. Ik neem aan dat sommige mensen in de rest van het land misschien de koloniale geschiedenis nemen als voorbeeld. Oost-Indië en West-Indië. Ik denk dat misschien een nog populairder onderwerp zal zijn de scheiding tussen West- en Oost-Europa. Die we na de Tweede Wereldoorlog hebben gehad, de Koude Oorlog. Maar goed, ik hou het wat dichter bij huis. En ik zie dus, als je op de kaart ziet, dat als je de kaart van Limburg ziet, dan zie je dat Limburg heel veel Oost en West heeft. Dus een Limburg tussen Oost en West is een heel mooi thema voor deze lezing. En als ik Limburg zeg, dan bedoel ik dus in mijn verhaal straks het Limburg, het grondgebied van het huidige Nederlandse Limburg. En als ik Zuid-Limburg zeg, dan bedoel ik hetzelfde, maar dan voor Zuid-Limburg. Want we weten allemaal dat de provincie Limburg is pas tot stand gekomen in 1815 in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. En toen was het verenigd met Belgisch Limburg. Het was één provincie Limburg. En je kunt ook zeggen dat de Nederlandse provincie Limburg pas in 1839 tot stand gekomen is. Maar ik ga veel verder terug in de tijd. Ik ga met 7 mijlslaarzen ongeveer 1000 jaar door de Limburgse geschiedenis. En dan kunnen we natuurlijk niet te veel op details letten, maar dan zullen we wel zien hoe ver we komen met dit verhaal. We gaan terug eerst naar het jaar 800. Hier staat 843, maar eerst even 800. Dan moet je die drie kleuren hier bij elkaar tellen. Dan heb je het Rijk van Karel de Grote. Vlak bij hier in Aken, niet ver hier vandaan, dus een half uur rijden. Daar is Karel de Grote tot koning gekroond en later in Rome door de paus tot keizer gekroond. En die had dus dit grote rijk. Zijn zoon heeft dat overgenomen, maar zijn drie kleinzoons die konden het niet met elkaar vinden. En we hebben dat rijk dus in drieën gesplitst. Dat zien we hier dus. We zien een westelijk rijk, een oostelijk rijk en een middenrijk. En dan zien we dus het middenrijk waar Limburg is. Ik zal even proberen die pointer erop te zetten. Dus hier zien we Luik, hier zien we Aken, hier ligt Maastricht. Dus Limburg, het grondgebied van Limburg, dat ligt in dat middenrijk. Nou heeft dat middenrijk niet lang stand gehouden. En dat komt straks weer terug en dat zal ik laten zien. Dat middenrijk is opgeslokt zowel door de westkant, dat later Frankrijk is geworden. En die oostkant, dat nog veel later Duitsland is geworden. Dat zijn natuurlijk allemaal termen die in het jaar 800 nog niet speelden. Maar dan is het makkelijker om te begrijpen waar die twee landen naartoe zijn gegaan. Dat middenrijk is dus verdwenen. En wat is er dus verder met het Limburgse grondgebied gebeurd? Eerst maar eens even hier kijken. Dit is een kaart van Limburg. En daar zien we dus op dat middenrijk en die westelijke rijk Frankrijk en dat oostelijke rijk, het Heilige Roomse Rijk, het Duitse Rijk uiteindelijk geworden. Dat bestond natuurlijk uit, die hadden koningen. Maar eigenlijk waren die koningen vrij machteloos omdat de lokale heren de macht aan zich hadden getrokken. En geleidelijk, na Karel de Grote, zijn geleidelijk al die heren vrijwel volledig autonoom geworden. En hier zien we dus een gebied van, dit is het Zuid-Limburg. Die doe ik niet goed, ik heb een pet nodig hier hoor. Maar die pointer. Eén moment. Dit is een heel ander Limburg. Dit is Limbourg. Eerst een graafschap in de middeleeuwen, later een hertogdom. We kennen waarschijnlijk allemaal wel, of allemaal, de meeste van u kennen misschien wel het stadje Limbourg, de vestingstadje aan de Vestre ten oosten van Luik. En dat hertogdom hier, dat had andere gebieden ook door vererving en door allianties en door veroveringen ook in het gebied gekregen. Dat zijn de gebieden van Overmaas. Alleen Hilde, die heette toen nog niet zo, die gebieden van Overmaas. Ik zal uitleggen zo waarom dat later wel zo is geworden. Dus dit gebied, dat is het gebied van Zuid-Limburg. Daar is dus een hertogdom Limbourg, wat niets te maken heeft met de latere provincie Limburg, die ten noorden daarvan ligt vanaf 1815. En daar waren aan vastgebonden deze gebieden. Het land van Valkenburg, het land van Hertogenrade en het land van Dalem. Samen met het hertogdom Limburg. En wat is daar nou gebeurd? Op een gegeven moment is daar een oorlog ontstaan. Een successieoorlog. Omdat daar was een hertogin. De erfdochter van het hertogdom Limburg. En dus ook van die landen van Overmaas.
Die was getrouwd met graaf Reinald van Gulik. Maar die hadden geen kinderen. En dan krijg je natuurlijk, en dat zullen we straks in mijn verhaal nog meer keer zien, dan krijg je dus ruzie, dan krijg je oorlog. En hier zien we zo'n plaatje van die oorlog. Er is een grote slag uitgevoerd bij Woeringen. Wij noemen dat Woeringen, de Duitsers heten dat Wöhringen. Dat is eigenlijk een buitenwijk van Keulen tegenwoordig. Dit plaatje is enkele tientallen jaren daarna gemaakt in een boek. En dat plaatje, dat klopt niet. En dat zal ik even uitleggen. We zien hier dus de vlag van de hertog van Brabant. Maar dat klopt dus helemaal niet, want de hertog van Brabant heeft alvast de hertog, de leeuw van Brabant en de leeuw van Limburg gecombineerd in één vlag. Dat kon hij doen na de slag, omdat hij de slag gewonnen heeft. Dus de mensen uit het oosten, dat was dus de graaf van Gelre, samen met zijn bondgenoot, de aartshertog van Keulen en nog een aantal andere mensen, die heeft het afgelegd tegen de hertog, dat was Jan I van Brabant, uit de westkant. En daar is een belangrijk slag geweest, omdat vanaf dat moment eigenlijk Zuid-Limburg, nogmaals het territorium Zuid-Limburg, zoals dat nu heet, voortdurend naar het westen heeft gekeken, of in ieder geval voor een hele lange tijd. Dus die twee leeuwen van Limburg, Lemboer en Brabant zijn gecombineerd geraakt. Nou, dan krijg je dus Jan I en dan krijg je Jan II en Jan III en dan krijg je een heleboel hertogen van Brabant. Op een gegeven moment is er dan een erfdochter. En dat is Johanna. Johanna, en dat is de laatste. En die dat was hetzelfde probleem wat ik net al noemde bij Irmgard van Lemboer. Geen kinderen. En ook niet uit een tweede huwelijk trouwens met graaf Wenceslaus. En dan krijg je dus problemen dat mensen gaan azen op die erfenis. Nou, voor haar dood heeft ze dat al voorzien. En ze heeft dus met haar aangetrouwde familielid Philips de Stoute van de hertog van Bourgondië, heeft zijn deal gemaakt. Sommige delen van het land die zijn al verpacht eigenlijk, kan je zeggen, in leen gegeven aan Philips. En bij haar dood, toen was Philips inmiddels overleden, zij is iets na Philips overleden, kreeg dus de zoon daarvan, dat is Anton, en die zien we hier dus, dat is Anton, de Bourgondische hertog. Maar hier staat hij dus ook als hertog van Brabant. En dat was hij dus ook door die erfenis van Johanna. Dus dan wordt Brabant opeens een Bourgondisch, deel van een Bourgondisch rijk. Dat is in 1406 gebeurd en daarmee is de geschiedenis behoorlijk veranderd. Hier zien we dat Bourgondische rijk. En ik heb in het begin al gezegd, er was een middenrijk dat snel is opgedoekt tussen Frankrijk aan de ene kant en Duitsland aan de andere kant, om de moderne termen te gebruiken. Maar hier zien we weer een soort nieuw middenrijk ontstaan, het Bourgondische Rijk. En dat is een hele bewuste politiek geweest van de hertogen van Bourgondië. En die waren ook graven van Bourgondië, dat moet ik misschien even uitleggen. Je hebt hier het hertogdom Bourgondië in het zuidwesten en het graafschap Bourgondië in het zuidoosten. Het hertogdom was een leen van de Franse koning, maar die had er niks te zeggen, omdat die heersers, die hertogen, zich vrijwel autonoom hadden verklaard, zelfstandig. En het oostelijk deel, wat later Franche-Comté is gaan heten, dat was een leen van de Duitse keizer, en die had er ook niks te vertellen. Dus deze mensen, die hebben zich alweer door erfenissen, door veroveringen, door trouwerijen en noem maar op, hebben een heel middenrijk hier gekweekt. En dan zien we dus weer, hier is dus het hertogdom. Het Lemboer, en hier zien we dus Luik weer, en hier hebben we dus de landen van Overmaas en het gebied waar we het nu over hebben. En de Nederlanden natuurlijk. Dus de Nederlanden samen met Bourgondië en alle tussenliggende stukken verenigd in één rijk. Ze hebben het nooit zelf zo gezegd, maar de hertogen van Bourgondië hadden natuurlijk toch de bedoeling dat zo blijven te houden en daar een soort koninkrijk van te maken. Dat is mislukt, want Karel de Stout in zijn slag bij Nancy in 1477 is die gesneuveld. En die liet alleen één dochter na. Dat was één dochter. En die is beroemd geworden en die zal ik hier even laten zien. Dat is Maria van Bourgondië. En één dochter met een heel rijk achter zich, waar natuurlijk veel vrijers naar dongen naar haar hand, want zij was al niet getrouwd, ze was 20 jaar oud. En Maria is dit jaar in Nederland heel bekend geworden, omdat zij in de kanon van de Nederlandse geschiedenis is terechtgekomen. Dat is eigenlijk een heel merkwaardige zaak. We hebben een minister van cultuur in Nederland, onderwijs en cultuur, mevrouw van Engelshoven, en die heeft gevonden dat de kanon van Nederland, dat zijn die 50 vensters, weet u wel, waar al die episoden van de Nederlandse geschiedenis staan, die moest worden herzien. Die was niet bij de tijd, een hele merkwaardige opvatting, maar goed, die was niet bij de tijd. En ze gaf daar een opdracht bij dat een aantal mannen in die kanon moesten worden vervangen door vrouwen en een aantal, zeg maar, patriotische elementen van de kanon moesten vervangen worden door, zeg maar, negatieve aspecten van de Nederlandse geschiedenis.
Nou, die commissie die dat gedaan heeft, heeft dat braaf uitgevoerd. En die heeft dus onder andere vadertje Drees van de Partij van de Arbeid, heeft hij eruit geknikkerd. En vervangen door Marga Klompé, minister van de eerste vrouwelijke minister van de Katholieke Volkspartij. Maar hij heeft dus ook Karel de Vijfde, een centrale figuur in de Nederlandse geschiedenis, uit de kanon geknikkerd en vervangen door Maria van Bourgondië. Nou was Maria van Bourgondië zeker een interessante persoon met een belangrijke taak. Zij moest dat Bourgondische Rijk bij elkaar houden. En omdat zij dat niet in haar eentje kon, zodra zij dus alleen daarvoor stond, hebben al die lokale vorstjes weer geprobeerd de banden losser te maken. En zij had dus een mannetjesputter nodig, die een krijgsheer die dat voor haar kon oplossen. Zij is dus snel getrouwd, nog in hetzelfde jaar, met Maximiliaan van Oostenrijk. En dat was van de Habsburgse familie. En zo is dat hele Bourgondische Rijk in Habsburgse handen gekomen. Nou, hier zien we dus Karel de Vijfde. Hij komt dus niet meer voor in de kanon van de Nederlandse geschiedenis, maar hij komt wel in mijn verhaal voor, omdat hij natuurlijk een centrale figuur was in de Nederlandse geschiedenis. Hij was heer der Nederlanden, dus ook hertog van Brabant. Hij was ook hertog van de gebieden die bij Brabant hoorden, dus de landen van Overmaas. Vanuit Brabant gezien, over de Maas, zijn de gebieden die ik net liet zien, de landen van Overmaas. Maar hij was ook koning in Spanje en Italië. Hij was ook keizer geworden, dus dat was een van de belangrijkste figuren eigenlijk in de geschiedenis in die tijd. Dus het is misschien jammer dat hij niet meer in de kanon voorkomt, maar hier heeft u hem dan toch even gezien. Hij ziet er typisch als een Habsburger uit ook, met de bekende onderkaak, en dat zullen we straks nog een keer zien. Want dat zien we namelijk hier bij zijn zoon. Die zien we hier links, dat is Philips II, zeer bekend en kan wel zeggen berucht in de Nederlandse geschiedenis. Dat was de man die de 80-jarige oorlog begon samen met zijn grote tegenstander Willem van Oranje, die we hier rechts zien. Ze zijn wat mode betreft ongeveer een beetje hetzelfde, maar wat aard betreft waren het totaal verschillende mannen. Nou, er is 80 jaar oorlog gevoerd. Ze hebben natuurlijk vrij kort na het begin zijn ze allebei overleefd. Dus ze hebben het einde niet meegemaakt. Ze hebben dus onder andere ook niet meegemaakt dat er een heel belangrijk tijdstip in die oorlog is geweest. Tenminste, belangrijk voor de landen van Overmaas, voor het huidige Zuid-Limburg. Het huidige Limburg kun je wel zeggen, want dat ging ook van Venlo en Roermond. De inname van Maastricht door Frederik Hendrik, stadhouder van de Republiek in 1632. Nou, dit is een prachtig schilderij en dat is eigendom van het Rijksmuseum. Maar je kunt het nu gaan bekijken in het Limburgs Museum in Venlo, want daar hangt het. Ik weet niet hoe lang, maar je kunt het van heel dichtbij heel mooi bekijken. En dat is natuurlijk voor de bewoners en voor de vorsten, de kleine vorstjes in het gebied, heel belangrijk geweest dat dat nu een nieuw land, de Republiek der Verenigde Nederlanden, de Zeven Nederlanden, het voor het zeggen kreeg in deel van Zuid-Limburg. Nou, hier zie je, dit is een Engelse kaart, die is niet helemaal correct, maar hier zie je dus ongeveer hoe dat daar tegen het einde van de 80-jarige oorlog, zie je dus de Nederlandse Republiek. Je ziet groen, zie je hier de zuidelijke Nederlanden die dus in Spaanse handen zijn gebleven. Dus de grens daartussen tussen Nederland en België, dat is gewoon de wapenstilstandsgrens tussen beide mogendheden. We zien paars, zien we het gebied van de prins-bisschop van Luik. En dan zien we hier, en dat is dus niet helemaal correct, egaal gekleurd, net of dat hele gebied in eigendom was van de gekomen aan het eind van de 80-jarige oorlog van de Republiek. Dat is dus niet zo, dat was verdeeld. En dat zien we dus hier, want in 1648 is de vrede gesloten. De Vrede van Münster noemen wij dat meestal, hoewel in internationaal staat het meer bekend als de Vrede van Westfalen. En daarbij is besloten dat elk land het gebiedje mocht behouden waar ze op dat moment gevestigd waren met hun militairen. En dat is in Zuid-Limburg, hier dus op de kaart aan te zien, is dat niet goed uitgevoerd. Er is voortdurend nog strijd geweest tot 1661, tot er eindelijk dat gebied minutieus verdeeld is in allerlei kleine gebiedjes. Nou, het is een lappendeken geworden, een geweldig moeizaam gebied. We zien hier dus de oranje gebieden, die zijn dus Spaans gebleven voor Meer en Noorbeek. We zien de geel gebieden, die zijn staats, bijvoorbeeld Gulpen en Vaals. En daartussendoor zien we nog gebieden die wit zijn, en die zijn geen van beide, want die horen dus bij dat Heilige Rijk, Heilige Roomse Rijk van de Duitse natie. Dus een hele lappendeken van gebieden hier. En dat is dan 1661. Maar de vrede was nu wel getekend. Er werd geen belasting meer over en weer geheven. Er was geen krijgsbewegingen meer. En dan hoop je natuurlijk dat er een lange periode van rust zal aanbreken. Maar dat was even buiten de waard gerekend. Want dit is de waard. En dat is de koning Lodewijk XIV van Frankrijk. En dat is een hele bijzondere man natuurlijk. Die heeft zichzelf ook tot zonnekoning verklaard. Die heeft heel lang geregeerd. Tot verre de 70.
Hier zien we dan een bekend portret. Hier was hij al ongeveer een jaar of 65, schat ik zo ongeveer. En hij heeft zeer veel oorlog gevoerd. En met name ook heeft hij steeds geprobeerd de zuidelijke Nederlanden, daar hoort dus ook het huidige, zeg maar, Zuid-Limburg, hoort daar dus ook bij, in handen te krijgen. Dat is hem nooit gelukt, maar dat heeft hij wel steeds in oorlogen geprobeerd. En die oorlogen zijn, hij heeft uiteindelijk enige terreinwinst geboekt, maar die oorlogen zijn uiteindelijk voor Frankrijk niet goed afgelopen. En dat heeft hij op zijn sterfbed erkend. En dat is in de memoires van de Duc de Saint-Simon, kan je dat nalezen. Lodewijk XIV die had een heel openbaar leven. Als hij 's morgens opstond, dan stonden de hovelingen al om zijn bed. En als hij 's avonds ging slapen, stonden de hovelingen ook om zijn bed. En een van die hovelingen was de Duc de Saint-Simon. In Versailles of in die andere paleizen waar zij dan verbleven. En die beschreef dus dat op het sterfbed van Lodewijk XIV, toen riep hij zijn achterkleinzoon aan het bed. Dat was een jochie van 5 jaar oud. De latere koning Lodewijk XV. En met tranen in de ogen, Saint-Simon was daarbij, die beschrijft dat zo. Met tranen in zijn ogen, hij zei, doe niet zoals ik. Ga niet steeds oorlog voeren. Ik heb het land geruïneerd. Ik heb hongersnood gecreëerd onder mijn eigen bevolking. Dus doe dat anders. Maar goed, dat is op zijn sterfbed. Maar voor zijn sterfbed heeft hij dus 4 keer oorlog gevoerd in het gebied waar we het hier over hebben. De Hollandse oorlog, de Negenjarige oorlog, de Spaanse successieoorlog en de Oostenrijkse successieoorlog. Dus als je het zo ziet, was het meer oorlog dan dat het vrede was in de gebieden waar we het hier over hebben. Nou, de Hollandse oorlog staat bekend als het rampjaar natuurlijk. Dat was een oorlog door Frankrijk tegen de Republiek, gewoon uit afgunst uit het geweldige financiële en handelssucces van die Republiek. De Negenjarige oorlog was een vervolg daarvan, omdat uiteindelijk Lodewijk de Eerste Hollandse oorlog niet kon winnen. Daarna kregen we de Spaanse successieoorlog, alweer een koning van Spanje die zonder kinderen overleed, ik kom daar zo op terug. En een Oostenrijkse successieoorlog, dat was wel een opvolger, Maria Theresia, maar die werd door sommige mogendheden niet erkend en dat leidde ook weer tot oorlog. Nou, als we nou beginnen even met die Hollandse oorlog, dat, zo noemen de Fransen dat trouwens, wij noemen dat het begin daarvan het rampjaar en verder weet ik eerlijk gezegd niet hoe we het anders noemen, maar die oorlog heeft dus 8 jaar geduurd. En hier zien we een mooi schilderij, ook weer uit het Rijksmuseum. En hier zien we aan de rechter rechtsonder zien we een wat verslagen uitziende meneer. Die kijkt naar een kaart. En op die kaart, ik weet niet of je het goed kunt zien, maar daar zie je dus een palissade. Dat is zeg maar de grens van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Waar een gat in is gekomen. Dat is natuurlijk het gat waar Lodewijk XIV is binnengekomen. En dan zie je dus een gewonde leeuw in het midden liggen. En dan denk je, nou, dat is een vrij wanhopige situatie. Maar dan zie je toch iemand, het is niet duidelijk wie dat is. Gewoon, je zou hem de hoop kunnen noemen. Maar iemand die met een glimlach en een arm eromheen zegt, het kan wel goed komen. En het is ook goed gekomen. Dat kwam voornamelijk natuurlijk door een hele capabele stadhouder die misschien op een wat irregulaire manier aan de macht is gekomen in 1672. Maar heel snel Lodewijk XIV uit de Republiek heeft verdreven. Maar niet uit Zuid-Limburg. Dus de Zuid-Limburgers hebben nog jaren last gehad van de oorlog die de Fransen dan de Hollandse oorlog noemen. Nou, de volgende oorlog, omdat de Eerste Oorlog onbeslist afgelopen was, hebben we de Negenjarige oorlog gehad. Weer Frankrijk met zijn troepen naar het noorden toe. Weer de bevolking natuurlijk het slachtoffer van deze gruwelijke toestanden, legers die daar doorheen trekken. En hier zien we een stuk uit het archief in Maastricht. En hier zien we dus, als je dat goed zo leest, waar eerstelijk het dorp Margraten in de jaren 1690 op den 16 augustus geheel en alles worden door de Fransen afgebrand. En dan zie je achterop dat ze dus verderop dat de schade wordt getaxeerd op het voor die tijd voor een dorp astronomische bedrag van 15.398 gulden. Dat is een ramp geweest. Het hele dorp is verwoest. Gulpen is ook geplunderd, maar niet zo erg als Margraten. Heerlen is in diezelfde tijd ook geplunderd. En de enige manier om daarvan af te komen is om de koningen af te kopen. Koning Lodewijk XIV, dat gold natuurlijk in alle oorlogen, maar dit was dan Lodewijk XIV, die moest worden afgekocht. Margraten was kennelijk, had of geen geld voor om het af te kopen, of die dacht dat het wel zou loslopen. En dan moet je dus voorzichtig zijn. Nou, hier zie je dus zo'n brief, ook weer uit het archief in Maastricht, het RHCL-archief. En dit is zo'n afkoopbrief, dat heet een sauvegarde. En dan zie je dus een verdrag wat je jaarlijks moest vernieuwen. En er stond precies in welk gebied voor welk bedrag voor 1 jaar gevrijwaard werd van plundering, van brandstichting, van roof enzovoort en van inkwartiering.
En hier zie je dus, dat zijn prachtige documenten. Dit is bladzijde 2 van dat document. Maar hier zie je dus de handtekening. Hier staat Louis, dat is de handtekening van Lodewijk de 14. Hier zie je het zegel van Lodewijk de 14. En dit is dan voor het staatse land van Valkenburg. Dus die hebben dan, het bedrag staat hier niet bij. Voor zover, nee, dat staat waarschijnlijk op bladzijde 1. Maar dat voor een bepaald bedrag kon je dat dus afkopen. En dat moest jaarlijks worden vernieuwd. Dus dat zijn die Sauvegardes. En dat is een element geworden in al die oorlogen die Lodewijk en zijn opvolger Lodewijk de 15 in het noorden heeft gevoerd. Hier zie je ook een Sauvegarde, maar het is een hele andere Sauvegarde. Nou, in die 9-jarige oorlog tussen de Republiek aan de ene kant en aan de andere kant Frankrijk, daar waren ook nog andere mogendheden bij betrokken, dan zien we dus dat de Duitse heerlijkheden, dan heb ik het bijvoorbeeld over Witten, over Wielre, over Sleenaken, Gronsveld en dergelijke, die waren neutraal. En Willem de Derde, dus stadhouder Willem de Derde, maar die was dus ook koning, staat erboven, bij de gratie gods koning van Engeland, Schotland en Frankrijk, notabene, en Ierland. En die gaf dus een verklaring uit. En daar staat in dat het gebied wat neutraal is, en hier zie je bijvoorbeeld als eerste staan Wittem, maar er staan andere stukjes bij, dat die in ieder geval door zijn kant van de oorlog, door zijn kant leger, gevrijwaard zouden worden van betrokkenheid bij die oorlog. En dat is interessant, je ziet dus weer het zegel ook van, en het is ondertekend met William Rex. Hij was dus in het Engels, hè, de koning Willem. En het interessante is ook dat hij daaronder, dan zie je dat hij is gemaakt, opgeschreven door Constantijn Huygens. En Constantijn Huygens, dat is de junior, dat is de zoon uiteraard van Constantijn Huygens senior, en de broer van Christiaan Huygens, en alle drie waren dus heel bekende mensen in de Republiek, niet alleen literair, maar die waren dus ook heel bekend als wetenschappers, onder andere op het gebied van telescopie en astronomie. Dan zien we dus dat Willem hier een Sauvegarde uitgeeft, waar niet voor betaald hoefde te worden, maar waarbij hij erkende dat het gebied neutraal was. En straks zullen we daar nog een ander voorbeeld van zien. Nou, toen kwam dus de Spaanse successieoorlog, dat was de derde. De koning van Spanje overleed kinderloos. Het zijn steeds eigenlijk dezelfde verhalen. En dan komen de aasgieren daarop af natuurlijk. En Lodewijk de 14, die had al geregeld, ook in het testament van die ziekelijke Spaanse koning, dat zijn kleinzoon, dat die koning van Spanje zou worden. Nou, dat zag de rest van Europa natuurlijk niet erg zitten, want dan krijg je een Spanje, Frankrijk, het westelijk halfrond, een enorm land, delen van Italië daarbij. Dat moest opgebroken worden. En daar is dus oorlog om gevoerd. Wie eigenlijk de koning van Spanje zou worden. Uiteindelijk is dat toch de kleinzoon van Lodewijk geworden. Maar in de oorlog is het een heel slecht afgegaan. Want in 1702, Lodewijk de 14e, die voerde natuurlijk de Franse kant aan. Maar de andere kant werd aangevoerd door Willem de Derde. Maar die is zeer snel in dat jaar overleden. Maar toen was er dus een vrij geniale veldheer, de Duke of Marlborough is die later geworden. Die heeft de Fransen eigenlijk in 1702 al helemaal verdreven uit het gebied van de Maas. Dus uit Zuid-Limburg, eigenlijk uit heel Limburg, Venlo, Roermond, Zuid-Limburg. En de Fransen teruggedrongen tot het gebied van Luxemburg en Namen. Dan zou je zeggen, nou dan hoeft er niet meer betaald te worden, want de Fransen zijn weg. Maar daar zaten dus garnizoenen, maar die trokken dan weer weg. Die konden het gebied niet blijvend beschermen. En ook in deze oorlog, tot het eind, in 1713, hebben de gebieden, dit is dan van de Staatse landen van Overmaas, de drie Staatse landen van Overmaas, hebben moeten betalen. Elk jaar weer, via een bankier in Luik, moesten betaald worden aan de Franse intendant. Die zat meestal in Luxemburg. En dan moesten betaald worden. De Fransen waren dus inmiddels ook al wat meer sophisticated geworden. Dus die hadden deze zaken gedrukt. En elk jaar moest je zo'n papier halen. En als je dat niet deed, dan werd je natuurlijk geteisterd. Goed, en dan in de laatste oorlog die ik net noemde. Er komt er hierna nog een, maar daar was de Republiek niet bij betrokken. Dat was de Oostenrijkse successieoorlog. Ook weer een successieoorlog. Maar daar was wel een troonopvolger. Dat was Maria Theresia. Alleen haar, dat was een vrouw. En dat werd niet erkend door alle mogendheden. Misschien, ze had het van tevoren wel beloofd te erkennen, maar uiteindelijk waren ze natuurlijk uit op gebiedsverovering, met name tussen Pruisen en Oostenrijk. En ook de Fransen waren daar weer bij betrokken, die kwamen weer met hun leger aan. En dan zie je dus weer zo'n Sauvegarde is dit eigenlijk. Dit is eigenlijk de voorbereiding op een Sauvegarde. Namens de koning, er komt Jean Moreau, de heer van Seychelles. Dat is de intendant die het geld moest verzamelen voor het leger. Hier staat de parochie staat erop. En hier kan je je parochie invoeren. En dan kan je al die kolommen verderop. Hoeveel koeien je hebt, hoeveel grond je hebt. Hoeveel hooi je kan leveren en dat soort dingen meer. En dat was natuurlijk de basis om de Sauvegarde te berekenen.
Dus deze dingen werden helemaal geïnstitutionaliseerd. En de Fransen die bekostigden op deze manier hun oorlog. Dat deden andere landen natuurlijk ook, maar het waren wel steeds de Fransen die hier kwamen en niet andersom. Dus de opgave van bezit. Nou was die oorlog, die liep af in 1748, maar in 1747 tot 1747 was Zuid-Limburg gevrijwaard van de Franse legers. En toen kwamen ze dus met een aantal veldslagen in de zuidelijke Nederlanden. Het beleg en de verovering van Bergen op Zoom na een gruwelijke, lange en bittere strijd is dat ingenomen, geplunderd geworden. En toen werd iedereen natuurlijk geweldig bang, want toen kwam koning Lodewijk, inmiddels was dat Lodewijk de 15e, met zijn leger naar Maastricht. Maastricht was niet goed verdedigd, dat wist men ook, maar we wilden met ere de zaak wel overgeven, maar met ere de zaak overgeven. Dat is ook gebeurd, er is dus even gevochten. En toen is dus het gebied van Maastricht is Frans geworden, maar alleen maar voor de rest van 1748 is dat gebeurd. En mee ook het achterland, dus van Gulpen en Valkenburg en noem maar op. Dus toen is dat ook weer een klein jaar is dat Frans geweest. Die kaart die je hier ziet, dus daar moet ik wel even omdenken, die is andersom. Hè? Dus het noorden dat is in het beneden en het zuiden is boven. En dan zie je dus die belegering van Maastricht, hoe dat plaatsvond. Nou, het gekke is dat tijdens die belegering en inname van Maastricht werd de vredesonderhandeling al gevoerd in Aken. Aken is dus gewoon 30 kilometer verder naar het oosten, dat wist men ook. En de Fransen wilden natuurlijk die stad innemen voordat de wapenstilstand werd gesloten. En dat is ze ook gelukt, want dan konden ze nog een jaar lang geld innen van de bevolking van Maastricht en van de landen van Overmaas. En toen kwam er nog een oorlog, dat zei ik al eerder. Maar daar was de Republiek niet bij betrokken. Dus gebieden zoals Maastricht en Valkenburg en Gulpen en Vaals, die stonden daar buiten. En dit is een waarschuwing van Abraham van den Heuvel. Die was luitenant Drossaert van de Republiek in de landen van Overmaas. Het staatse deel daarvan natuurlijk. En die zei hier, waarschuwing, hou je daar buiten. Wij zijn neutraal, doe niet mee, lever niks aan welke partij dan ook. Zorg dat je daar buiten kwam. En het grappige is dat daar toen grenspalen zijn gezet. Onder andere tussen Gulpen aan de ene kant en Wielre en Wittem aan de andere kant. Om aan te geven dat Gulpen neutraal was, terwijl Wittem en Wielre tot het Duitse Rijk behoorden. En wel degelijk partner waren in die oorlog, meededen met die oorlog. Niet als klein gebiedje, maar dat kon gebeuren. Dus er zijn die palen neergezet en daar moest dit biljet opgeprikt worden. Ik weet niet of ze toen al punaises hadden, maar dit zijn de biljetten die erop moesten komen. Een aantal daarvan kan je terugvinden in het archief in Maastricht. En het vervelende is, die palen zijn er uitgerukt door de mensen van Wielre en Wittem, want die vonden dat die palen te veel op hun grondgebied stonden. Nou, uiteindelijk is daar overlegd en die palen zijn op een andere manier teruggezet en daar konden deze biljetten dan opkomen. En dit is dus haar homogende, dat is de Staten-Generaal, de Haute Puissance. Die hebben dus aangegeven, dit is onze grens en wij zijn neutraal. Nou, dan is het dus neutraal en vrede. En dan kom je in het jaar 1785. We gaan dus met 7 mijlslaarzen door de geschiedenis van Limburg heen. 1785 is er nog een klein vergelijk geweest met Oostenrijk. Oostenrijk was inmiddels dus heer van de zuidelijke Nederlanden, de Republiek en de noordelijke Nederlanden. En hier zie je dus die oranje gebieden, dat is het staats. De gele gebieden, dat is Oostenrijk. Het paarse gebied, dat is de prins-bisschop van Luiken, groene gebied, dat is de hertog van Gulik. Een totaal versnipperd gebied. Maar als je nou een beetje kijkt naar die oranje gebieden die hier zo langs de Maas liggen, dan zie je toch ongeveer een beetje de toekomstige omschrijving van de Nederlandse provincie Limburg. Dus die staatse gebieden lagen wel op zo'n manier dat met die latere grenzen overeenkwam. Nou, dit is een totale versnippering. En wie trof dat aan? Dat was de volgende oorlog natuurlijk, 1793. Toen kwamen weer de Fransen. Die werden eerst nog een jaar teruggeslagen. En in 1794 kwamen ze om te blijven. Dat zien we hierop. In 1795 hebben ze zelfs gezegd, de hele zuidelijke Nederlanden, dus inclusief het gebied van de Maas, van Venlo in het noorden tot Vaals en Maastricht in het zuiden, inclusief de Oostenrijkse en Staatse gebieden en Duitse gebieden, wordt Frans gebied, onderdeel van de Franse Republiek. En de mensen zijn dus verklaard tot vous êtes français, u bent Fransman geworden van op deze dag, 1 oktober 1795.
Nou, toen brak er dus een periode aan van 20 jaar. Daar kan je een hele serie lezingen apart over gaan doen. Het is eigenlijk mijn persoonlijke ingang geweest in de geschiedenis van Limburg. Daar ben ik mee begonnen. En dat ga ik dus nu niet doen, want daar is heel veel over te zeggen. Dus ik ga dat overslaan. Maar we kunnen wel nog even laten zien hoe dat er toen uitzag. Dit zijn de zuidelijke Nederlanden. Die zijn door de Fransen dus geannexeerd. Dat zie je hier in het noordoosten. Dat is de latere provincie Limburg van 1815. Dit is Belgisch Limburg en Nederlands Limburg. En de rest, dat zijn dus, in totaal zijn het 9 van die departementen. Die moesten allemaal 80 bij 80 kilometer zijn ongeveer. Omdat Frankrijk zelf was ook zo ingedeeld. En omdat je dan makkelijk van de grens van het gebied in het centrum kon komen. Ongeveer in 1 dag paardrijden. Dus zo waren die gebieden ingedeeld. Dit zijn Franse grenzen. Wat betreft dus Nedermaas, Beuse en Ferrieure, een van de departementen, is dat dus later veranderd geworden. Maar de rest van deze dingen, die zijn dus precies zo de Belgische provincies zoals ze nu zijn. Nou, ik sla de Franse tijd dus verder over. En dan kom je bij 1815. En toen hebben dus de grote mogendheden besloten dat er ten noorden van Frankrijk een krachtig land moest komen. Dus toen werden Nederland, zeg maar, de Republiek, de Oude Republiek, België, de Zuidelijke Nederlanden en ook Luxemburg verenigd in één staatsverband. En daar is deze provincie. En dan horen we dus voor het eerst de provincie Limburg. En die is wat aangepast. We zien hier het gebied van Horst en de rechter Maasoever. Dat kwam omdat de grote mogendheden vonden dat nog Pruisen, nog België, nog Frankrijk, maar Nederland moesten die grensrivier in bezit hebben. Zo is dus ook dit gebied van Sittard, wat een hele inham was, die van Gulik tot aan de Maas, is Nederlands geworden. Maar er zijn ook gebieden afgehecht. Nederkruchten hier, dit is Herzogenrad. En zo is dus de Belgisch-Nederlandse provincie Limburg gekomen in 1815. Nou, we weten allemaal, in 1830... zijn er grote veranderingen geweest in het Europese politieke en bestuurlijke toneel. Nou, dit is het hele bekende schilderij van de Lacroix. Dus de opstand in Frankrijk tegen de, zeg maar, reactionaire koning Karel X. De ouderwetse, traditionele, ultra-katholieke koning. Door een soort liberaal, noemden ze zich, opstandelingengevoel. Hier het beroemde schilderij. En het vervelende van die Franse revoluties, die zijn altijd besmettelijk. Dus wat gebeurt er een paar weken later? Dezelfde soort revolutie breekt uit in Brussel. Nou, dit is het beroemde schilderij van de Wapper natuurlijk. Zo is het zeker niet gegaan, maar het is wel een prachtig schilderij. We zien hier dus hier rechtsboven voor het eerst, dat is de Brabantse vlag, maar dan nu de Belgische nationale vlag is geworden. En België scheidt zich af van noordelijke Nederlanden en creëert een eigen staat en een jaar later ook met een eigen koning. En hier zien we die staat. En hier zien we dus het onafhankelijke België, dat op deze manier 9 jaar heeft bestaan. En hier zien we dus dezelfde provincie die ik net in kleuren heb laten zien, het Verenigde Limburg. Oost-Limburg, het huidige Nederlands Limburg, West-Limburg, het huidige Belgisch Limburg. We zien ook het hele Luxemburg, dus het huidige Groothertogdom en de Belgische provincie Luxemburg. Nou, dat is na de Tiendaagse Oorlog begon men te twijfelen of dit wel een goede opzet was. De grote mogendheden hebben uiteindelijk beslist dat het oostelijk deel van Limburg, dus Nederlands Limburg, hier weer afgesplitst moet worden. En ook de helft van Luxemburg moest afgesplitst worden van dit België. Nou, de Belgen waren daar natuurlijk fel op tegen. En waarschijnlijk waren een groot deel van de inwoners van Nederlands Limburg daar ook op tegen, maar die werden niks gevraagd. En zo is dus België weer iets kleiner geworden en Nederland iets groter. Hier zien we dan de kaart zoals het uiteindelijk is geworden in 1839. Hier zien we dus Nederland, het Noord-Nederlandse Koninkrijk der Nederlanden. We zien de onafhankelijke staat België, Frankrijk, Pruisen. En hier zien we dus een gele lijn. En dat is de lijn van de Duitse Bond. Want als compensatie voor het verlies van westelijk Luxemburg, heel Luxemburg hoorde bij de Duitse Bond, westelijk, heeft de Duitse Bond geëist dat een aantal gebieden lid worden van die Duitse Bond. Luxemburg, het Groothertogdom. Dat was geen onderdeel van Nederland, maar persoonlijk bezit van koning Willem I. En de Nederlandse provincie Limburg. Die had dus de merkwaardige situatie dat Limburg een echte Nederlandse provincie was. En tegelijkertijd lid van de Duitse Bond. Dat had voor- en nadelen op handelsgebied en allerlei zaken. Het had één nadeel natuurlijk, dat Limburg dan ook een contingent militairen moest leveren. En je kon dus betrokken raken bij oorlogen van de Duitse Bond, als Duitse staten daarbij betrokken waren. Dus dat was het grote risico wat erin zat.
Nou, hier zien we dus het jaar 1848, weer een groot revolutiejaar, eigenlijk in half Europa, maar niet in Nederland en België. Daar is het wel rustig gebleven, maar Frankrijk is natuurlijk altijd nummer 1 wat dit betreft. Ook weer een besmettelijke revolutie. In vele landen, in Italië, in Duitsland, ook weer revolutie uitgebroken. In Frankrijk is dat de Republiek geworden en in Duitsland ziet het er zo uit. En dit is de opstand in Berlijn, of opstand, revolte, hoe je het moet noemen, barricades en mensen die zwaaien met de vlag. En dat is wel interessant. Hier zien we dus de Duitse, voor het eerst is de Duitse vlag hier tentoongespreid. Dit is de huidige Duitse vlag, die is daar voor het eerst gebruikt. En die zien we in twee varianten. We zien hem hier in verticale banen en in horizontale banen. Nou, de verticale banen, dat waren de echte revolutionairen, de republikeinen. Die hadden die kleuren zo gezet omdat Frankrijk zijn vlag ook zo had. En, maar dit is het uiteindelijk geworden. Dat waren de mensen die wel voor een liberale verandering waren, maar niet met een revolutionair elan. Dus liever onder een of andere monarchale vorm van regering. Berlijn, opstand. In de tussentijd, in dat hertogdom Limburg, de Nederlandse provincie Limburg, dat was dus een hertogdom in de Duitse Bond en een provincie van Nederland, eigenlijk al sinds de afscheiding van België in 1839, waren natuurlijk ontevreden mensen. En zo langzamerhand is daar een echte separatismebeweging ontstaan. Wij moeten weg uit het Nederlandse Rijksverband. Daar kan je verschillende dingen van denken. Je kan bijvoorbeeld de status als Luxemburg krijgen. Je kan echt in Duitsland worden opgenomen. Onafhankelijk is geloof ik niet echt het optie geweest. Maar goed, er waren allerlei ideeën over. En de leider van deze beweging, dat was Jan Lodewijk Baron van Scherpenzeelheusch. Die woonde in Baarlo in de buurt van Roermond, op een kasteel. En die was daar de leider van. En in dat revolutiejaar van 1848 met die Duitse bond waren de Duitse staten gedwongen om een, sommigen dus veel vrijwillig, om een nieuw parlement te kiezen. Dat kwam in Frankfurt bij elkaar in 1848. Om te kijken hoe dat nou verder moest met dat Duitsland. Moest dat één land worden? Moest dat anders georganiseerd worden? Moest daar een grondwet komen en dat soort zaken meer. En in die vergadering moesten twee vertegenwoordigers van Limburg komen. Limburg als Nederlandse provincie, lid van de Duitse Bond, moest twee vertegenwoordigers leveren. Daartoe zijn verkiezingen gehouden in de Nederlandse provincie Limburg. Er waren twee kiesdistricten. Noord-Limburg heette kiesdistrict Roermond, niet Venlo, omdat Venlo en Maastricht niet lid waren van de Duitse Bond. Die waren dus uitgezonderd van de Duitse Bond, omdat dat vestingen waren. En Zuid-Limburg dus niet Maastricht, maar dat werd het kiesdistrict Valkenburg. En die moesten twee mensen afvaardigen. Nou, die ene was natuurlijk van Scherpenzeel, die ik net liet zien. En die werd ook in Zuid-Limburg gekozen, maar hij moest twee plaatsen vullen. Een nieuwe verkiezing in Valkenburg heeft toen Alexander Schoenmakers uit Beek. Aangewezen. En die twee zitten hier dus in de zaal. En ik kan niet zeggen waar ze zitten, maar hier zitten dus twee Limburgers in de zaal. Van Scherpenzeel en Schoenmakers. En die hebben daar heel lang gedelibereerd. Uiteindelijk is dat hele gedoe is verzand in gepalaver. Daar is niks van gekomen. De Duitse vorsten hebben hun macht eigenlijk teruggegrepen weer. In hun eigen staten, Saksen, Beieren, noem maar op. En daar is dus niks uitgekomen. Hoewel deze volksvergadering wel degelijk heeft besloten dat eigenlijk de Nederlandse provincie Limburg losgeweekt zou moeten worden uit het Nederlandse staatsverband. Daar is dus niks van gekomen. En ik heb eerder al gezegd, het risico van lidmaatschap van de Duitse Bond, dat was natuurlijk dat je betrokken kon worden bij oorlogen in dat gebied van die Duitse Bond. En dat is precies wat gebeurd is. In 1866 hebben Oostenrijk en Pruisen oorlog gevoerd, ook een paar andere Duitse staten daarbij. Daar is die Duitse Bond uiteengevallen. En dat was de kans voor de Nederlandse diplomatie met hulp van buitenlandse mogendheden om uit die Bond te treden. Dat was natuurlijk een hele opluchting. Limburg is dus lang, of 30 jaar lang, lid geweest van die Duitse Bond. Heeft gelukkig nooit oorlog hoeven voeren daarvoor. En is in 1867 een uniek Nederlandse provincie geworden, dus zonder banden met de Duitse Bond. Nou, hier zien we het verdrag waar dat is getekend. Dus er staat hier ook affaire partie intégrante du royaume de pays, dus een totaal geïntegreerd deel van Nederland en niet meer lid van de Duitse Bond. En hier zie je dus de handtekeningen van. Het is wel grappig om te zien. Deze twee kleintjes die zijn van de twee Luxemburgse vertegenwoordigers. Die grote zijn natuurlijk van grote mogendheden.
Hier zie je Van de Weijer, die is van België. We zien hier Stanley, de Engelsman natuurlijk. We zien hier Bentinck van Nederland, Bernsdorf van Pruisen. Dat zijn dus alle notabelen die daar het overleg hebben gevoerd en dat verdrag hebben getekend waarbij Limburg uit de Duitse bond kon treden. Een hele opluchting. En waarom? Dat kan je meteen al zien een paar jaar later. Frans-Duitse oorlog. En stel je voor dat Limburg toen nog lid was geweest van de Duitse bond. Dit was de Frans-Duitse oorlog, het was eigenlijk een Frans-Pruisische oorlog, maar er deden ook andere Duitse staten mee. Die is falikant verkeerd afgelopen voor Napoleon III. Die heeft zijn keizerschap daar verloren. Hier zien we hem dus een zwaard overhandigen aan de koning, koning Wilhelm van Pruisen. En in die tijd was de Limburgse bevolking, dus van de Nederlandse Limburgse bevolking, op de hand van Frankrijk. Dat kan je lezen in allerlei verslagen en in de kranten. Waarschijnlijk omdat Frankrijk toch een katholiek land was, terwijl Pruisen natuurlijk een Luthers-protestants land was. Maar zo lachte de gevoeligheid in Limburg. Maar goed, de Fransen hebben verloren en Nederland kon alleen maar zeggen, en Limburg in het bijzonder, blij dat we uit die oorlog zijn gebleven. En dan gaan we weer een aantal verder, dan komen we naar een laatste oorlog. Het is wel een verhaal geworden van heel veel oorlogen, ik kan er ook niet veel aan doen, maar dat is nu eenmaal de geschiedenis. Dit is 1914. België en Nederland waren dus allebei neutraal. En Nederland is in de Eerste Wereldoorlog neutraal gebleven, maar België niet. Duitsland had dat nodig voor zijn plannen om op Frankrijk aan te vallen. En hier zie je dus de krant Le Soir, die nog steeds bestaat. Dan zie je dus dat Duitsland schendt de Belgische nationaliteit. En dan zie je dus al die berichten in de eerste dagen van de oorlog. Dat kan je prachtig allemaal op internet terugvinden op deze manier. En dat is natuurlijk voor België een gruwelijke periode geweest. Bijna heel België op een klein gebiedje achter de IJzer is bezet door de Duitsers. Daar is gevochten bij van Verdun tot de Somme en noem maar op. Miljoenen doden zijn daar gevallen. Een slachtpartij tot en met. En die oorlog die heeft zeer veel kwaad bloed gezet natuurlijk in Frankrijk, ook in België, tegen Duitsland. Maar ook een beetje tegen Nederland. Want Nederland kon daar zo handig buiten blijven. Nederland was neutraal gebleven. Nederland had ook de Duitse keizer, toen Duitsland verslagen was in 1918, toestemming gegeven om bij IJsden het land binnen te komen en asiel aan te vragen in Nederland. Dat heeft hij ook gekregen. En Nederland heeft dus ook de hele gruwelen van de oorlog niet meegemaakt. Dus dat oude zeer wat er in België was, dat in 1839 dat gebied werd afgestaan, dat speelde op. Daar speelde ook nog bij dat Duitse troepen die terugtrokken uit België richting Duitsland, verslagen troepen, deels door Limburg naar huis mochten reizen, wel ongewapend, maar toch. België die greep dit aan om de oude wensen van verloren gegaan gebieden, zoals dit zagen, dus dat is Zeeuws-Vlaanderen hierboven, Nederlands Limburg en ook dus het groothertogdom Limburg, wat inmiddels een onafhankelijke staat was geworden, om dat terug te eisen van de grote mogendheden. Dat hebben ze nooit bij het verdrag gekregen, behalve dit gebied. Dat zijn dus de Duitse Oostkantons. Dat is Belgisch geworden. Ze hebben een stukje geannexeerd. Daar wonen Duitsers. Dat is nu, er wonen 160.000 Duitsers. Die zijn de Duitse gemeenschap. Het is de vraag wat België hiermee is opgeschoten. Maar goed, dat is nu een deel van België geworden. En die rest, dat is helemaal niet doorgegaan. En hier zien we dan een cartoon uit een Nederlandse krant. Dat is een Noord-Nederlandse krant uit Den Haag. Maar ook in Limburg dacht men er helemaal niet over om zeg maar weer aan te sluiten bij België. Inmiddels was dat toch een gepasseerd station geweest. Hier zien we dus een soort Pallas Athene, dat is dan de Nederlandse heldin. En daarachter zien we twee bange meisjes, Limburg en Zeeland, dat moet eigenlijk Zeeuws-Vlaanderen zijn. En hier zien we dan met een modern pothoedje de Waalse dame, Belgische dame, met een florissante dochter, Wallonië. En mager scharminkel, uitgehongerd en in lompen, en dat is Vlaanderen. En dan zegt België dus, geef mij twee van je kinderen. Daar bedoelen ze mee Zeeuws-Vlaanderen en Limburg. En Nederland zegt, wurg liever je eigen kind niet. En dat is natuurlijk Vlaanderen, wat allerminst heeft geprofiteerd van de Belgische onafhankelijkheid sinds 1839. Nou kan ik nog doorgaan tot de Tweede Wereldoorlog, dat zal ik niet doen, we komen veel te dicht bij de huidige geschiedenis. Bovendien heeft die Tweede Wereldoorlog al heel veel aandacht gekregen, natuurlijk met 75 jaar bevrijding. Dus hier wil ik dan graag bij eindigen. En dan kun je dus zeggen, ja,
waar zit Limburg nou? Zitten ze oost, zitten ze west? Welke invloed hebben ze natuurlijk het meest meegemaakt? Maar je kunt eigenlijk ook wel zeggen, maar dat bent u misschien helemaal niet met mij eens, maar oost-west thuis best voor Limburg. En ik dank u voor uw aandacht. Worden de dia's gedeeld na de lezing? Prima. Okay. Ben ik nog in beeld of niet? Ja, zeg maar. Ja, de dia's worden gedeeld, dus die zullen we... Dus ja, we zijn heel blij dat de LGOG dit allemaal kan organiseren. Dus ik geef dat over. Ze hebben al de set, dus we krijgen dat, kunnen het zo krijgen. Fijn, dan gaan we het doen. Is al een vraag van een van de... Ja. Okay. Nee, dat was eigenlijk de enige vraag okay. Die er was. Nou, prima. Precies drie kwartier. Ja, perfect. Ja.